leidzaamheid. Wat is dat eigenlijk? In de Bijbel lezen we het woord leidzaamheid. Wat is dat? In Hebreeën 12, dat is een van de brieven die de apostel Paulus geschreven heeft, daar lezen wij: laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En zo komen we het woord leidzaamheid op meer plaatsen in de Bijbel tegen. In leidzaamheid zit het woord lijden. En met leidzaamheid wordt dan bedoeld dat we geduldig moeten zijn in alle lijden. Maar voordat ik daar iets meer van vertel, wil ik eerst iets vertellen over een oude dominee. Over dominee Vino Gradsky. Deze dominee is 91 jaar en hij is dominee in Oekraïne. Toen dominee Vino Gradsky jonger was, heeft hij 2 keer in de gevangenis gezeten. Om zijn geloof. Omdat hij de Here in de hemel meer gehoorzaam wilde zijn dan de regering die er toen was. En nu, kijk eens, nu is hij oud. 91 jaar. En nu kwamen de Russen in Oekraïne. En ineens was er die vreselijke oorlog. Heel dicht bij het huis van dominee Vino Gradsky. Heel dichtbij vielen de bommen. De dominee en zijn familie was niet meer veilig. De hele familie ging op de vlucht. Op de vlucht naar Nederland, waar ook familie woont. Onderweg naar Nederland, op zondag, heeft dominee Vino Gradsky nog gepreekt. Zullen wij eens naar hem luisteren? Hij preekte over de storm op zee. De storm, die harde storm, die de Heer Jezus stil liet worden. Het stormde hard, zegt dominee Vino Gradsky. Maar de Heer Jezus nam de angst van de discipelen weg. Laten wij ook op God vertrouwen, zei de dominee in zijn preek. Hij heeft alles in zijn hand. En weet je wat hij erbij zei? Wij zijn op de vlucht, maar onze vlucht is tot God. Kijk, dat is nu leidzaamheid. Als er verdrukking komt, vervolging, of lijden, of verdriet, pijn, dan is er geduld nodig en moeten we alles van de Heere verwachten. De dominee zei: onze vlucht is tot God. Leidzaamheid, dat is ook standvastig volhouden, volharden in het geloof. Weet je wat dat betekent? Volhouden om op de Heere te vertrouwen. Dat doet dominee Vino Gradsky ook. Hey, misschien vind je dat best wel moeilijk. De Heere dienen en pijn hebben. Of verdriet. Of je moet vluchten. En dan denk jij misschien, waarom doet de Heere dat? Waarom laat Heere God erg dingen gebeuren? In de Bijbel leren wij: de Heere wil ons daardoor oefenen, ons leren met hem te leven, dicht bij hem te zijn. Juist dan wil hij voor ons zorgen. Hij geeft dan moed en kracht en rust en vrede, troost voor je hart. Dan is het goed wat de Heere doet. Weet je wat Paulus zegt? Leidzaamheid geeft bevinding. Dat is een leven met de Heere. En weet je wat bevinding geeft? Dat geeft hoop op God. Hij zal alles schenken. Hij zorgt voor mij. Toch kunnen dingen moeilijk voor jou zijn. Weet je wat je dan moet doen? Aan de Heer Jezus denken. Hij was echt leidzaam. Hij wilde lijden omdat zijn vader dat wilde.
Hij moest lijden om de straf te dragen, de straf op de zonde. De schuld moest betaald worden. En hoe deed de Heer Jezus dat? Geduldig. Hij droeg dat zware kruis heel gewillig. En daarmee diende hij zijn vader. Nog een keer. Wat is lijdzaamheid? Geduldig dragen. De Heere volgen. Want als je hem mag volgen, als je in het geloof op de Heere Jezus Christus ziet, dan komt er een einde aan verdrukking en verdriet. Want de Heer Jezus is opgestaan en opgevaren naar de hemel. En daar bidt hij voor zijn kinderen die het moeilijk hebben. Weet je wat de Heer Jezus in de hemel aan zijn vader vraagt? Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Eens mogen al zijn kinderen bij zijn vader in de hemel zijn. De apostel Paulus en dominee Vinogradsky. Zeg, zal jij daar dan ook bij zijn? Wat ben je dan gelukkig, eeuwig zalig bij de Heere in de hemel.